De heksenjacht dat de afgelopen 2 weken bezig is geweest tegen jonge gasten en meisjes van Schild en Vrienden, omdat ze in een groep zitten of iets gepost zouden hebben, dat je daarom per definitie uit paniekvoetbal, zoals bij de NVA, allemaal mensen van de lijst gooit, daar doen wij niet aan mee. De heksenjacht moet stoppen. Ik stel vast bijvoorbeeld dat Dries van Langenhoven van de universiteit wordt gegooid zonder weerwoord. Ik stel vast dat mensen hun job verliezen. Ja, daar doen wij niet aan. Maar dat punt heeft u gemaakt. Heel kort nog dan. Een van de mensen die is opgedoken in de PAN-reportage, de man die op de leeuwenvlag ligt met een wapen, is iemand die voor jullie partij gaat deelnemen aan de verkiezingen in Temse. Die mag dat blijven doen, deelnemen aan de verkiezingen? Ja, ik vond het een zeer ongelukkige foto. Ik vind het niet zo smakelijk. Maar we hebben de lokale afdeling heeft iemand gecontacteerd. Die zei, dat zijn mijn airsoftwapens, dat zijn speelgoedwapens. Het is een zeer ongelukkige post. Maar dat zie je niet op foto, hè? Nee, maar goed, de insinuatie dat echte wapens zijn, is even zorgwekkend dan ik die zeg. Het zijn airsoftwapens. En ik denk, ja, ik heb spijt van die post, maar voor de rest is dat een fatsoenlijke kerel. We blijven achter hem staan. Een fatsoenlijke kerel, hoor ik u zeggen.